blauwe hart. Yay! Heerlijk, een heerlijk Efteling dag, jongens. Efteling. Hallo allemaal! Wij zijn de vier vloggetiers en co! En elke week delen wij een vlog met onze avontuurlijke belevenissen. Want wij vinden het leuk om onze belevingen met jou te delen. Of het nu is omdat we thuis dingen doen, op vakantie, in pretpark of al onze andere activiteiten. Elke week vind je ze terug in de vlog die we uitbrengen. Dus ook deze week superveel kijkplezier. Doei! Ja, wij zijn ons aan het voorbereiden voor morgen. Want we gaan iets heel erg leuks doen. Heel erg leuks. Iets heel leuks doen. Na lange tijd weer. Ja. Ja, voor ons doen wel. Met een abonnement ga je normaal, nou, hoe vaak? 1-2 keer in de maand, minstens. Maar nu met de verhuizing en vakantie, is het gewoon heel lang geleden. Ja, het is gewoon eventjes geleden, dus... We mogen meer. We kunnen weer beginnen aan een inhalsel. Ja, we beginnen een beetje afkeekverschijnselen te krijgen, dus ja. Ik weet al bijna niet meer, ik denk dat ik een kaart moet gebruiken morgen. Dat je niet meer weet waar naartoe moet. Hey, leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe video. En ja, je hebt het natuurlijk al lang gezien, we gaan naar de Winter Efteling. Dus het is dit keer even geen familievlog, gewoon bij ons thuis of rondom het huis. Maar we gaan lekker de deur uit. En de meeste van jullie weten dat we dat vaker doen. Alleen, ja, we vloggen dat niet altijd eigenlijk. Want dan krijgen we wel heel veel Efteling vlogs. Maar we dachten, weet je wat, de Winter Efteling, ja, dat is natuurlijk... Dat is alweer een tijdje geleden. Ja. Maar dat is ook zo mooi. Samen met de zomernachten of zomeravonden. Toch wel eigenlijk de mooiste periode vind ik in de Efteling. En dat willen we heel graag ook voor onszelf natuurlijk even op film zetten. Want ja, hè? Dat is een beetje onze verslaving, de Efteling. Heb je ook iets vertellen? Nee, ja, ik laat jou je dingen doen. Nou ja, als je dadelijk denkt van, nou, ik was eigenlijk al heel lang niet meer in de Efteling geweest. Maar door die vlog van jullie... Ja, ben ik enthousiast geworden. Het kan nog. Ja. Het is tot, ik hoop niet dat ik het verkeerd zeg, maar tot maart. Tot. Dus nog heel de maand februari. Ja, zonder met. Zonder met, ja, zonder met. Dus geen frietje met. Oeh, over frietjes gesproken. Ik hoop dat onze favoriete frietjes er weer zijn. Met die champignonstoof. We zullen het zien. We zullen het zien. Maar in ieder geval, ja, mocht je het nou daar leuk vinden en ben je geïnspireerd geraakt, klik dan heel even op het duimpje. Piep. En wat mogen ze nog meer doen? Vergeet niet te... abonneren. Bing, 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 bing. Want als je abonneert kun je weer op het belletje klikken. Ja. En dan krijg je een melding als er weer een nieuwe video van ons online is. Dus dan hoef je nooit daar. Je weet eigenlijk bijna wel stipt. Dinsdagochtend 6 uur komt die online. Oh, ik was weer even onthoofd. Oh, was onthoofd? Oh, sorry. Ja, ik ben een beetje kleiner. Maar dan komt hij op dinsdag 6 uur 's ochtends komt hij weer online. Maar mocht je toch moeite hebben om... om dat te onthouden, klik je op het belletje, krijg je een melding als er weer een nieuwe video online is. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Veel kijkplezier. Doei. Ja, het is 's ochtends vroeg. Nou ja, nog niet zo heel erg vroeg. Valt op zich ook wel mee. En we hebben de spulletjes al klaar liggen. Hi. Hi, waar gaan we naartoe? Ik weet niet meer. Naar de? Efteling. Oh, naar de Efteling. Ja, we hebben altijd een snoepdoos mee. We hebben altijd eigen drinken ook onder andere mee. Dus dan heb je dat altijd bij de hand als je snel dorst hebt.
wat broodjes, maar we gaan daar ook lekker frietjes eten en snackjes en allemaal winterse lekkernijen. Maar we zijn helemaal klaar voor je. Dat is mama's oude camera. Mama was iets aan het zoeken, toen komt die heel even tevoorschijn. Ga je filmen? Zo, we zijn bepakt en bezakt. Zijn jullie er klaar voor naar de Efteling te gaan? Ja. We zitten dan in de auto met z'n allen. Papa achterin, die zie je misschien niet zo goed, maar papa heeft een Zoom-meeting. Dus we moeten heel even heel zachtjes zijn. Heel even, het eerste stukje. Ja, dat gaat gewoon door, want het is namelijk gewoon vrijdag. Klaar voor? Oké, cool. Daar gaan we dan. Ga ik even kijken. Ik heb... Blauw. Auw! Kom Joki, vooruit. Wel met z'n allen, jongens. Ik ga niet steeds in mijn eentje zingen. Draaimolen die draait. Oh. Ja. Kijk hoe hard hij gaat. Komt hij al? Draai, draai, draai in de draaimolen. Zit op de schommel en neer op de rimmel. Draaimolen, draai, 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 klimmen in de tand. Maar pas op dat je niet valt, want dan is je knietje blauw. Draai, draai, draai in de draaimolen. Zit er op de schommel op en neer op de rimmel. Draaimolen, draai, 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 klimmen in de tand. Maar pas op dat je niet valt, want dan is je knietje blauw. Flowerhart. Het laatste stuk volgens mij hoorde je me niet. Jou niet? Ja. Zijn omdat ik zo hard zing. Nee, omdat die twee naast me is het goed gegaan? Oh ja, zeker weten. Het was rustig op de weg. We hoorden op de radio hoorden we file, maar die was wel opgelost toen we er waren. Waar is de file gebleven? Gelukkig wel. Kan jij vrouwen zingen? Nee. Ja, nee. Voilà. Oké, okay. Ook praten dan. We zijn er bijna. En Haley, waar gaan we dadelijk in allemaal? Ze weet niet wat. Ik weet niet wat. Nou, we gaan sowieso naar Jokje en Jet. Jokje en Jet. Groenteijsjes eten. Van alles wat. De auto denkt echt dat ze niet aan het filmen. Nee, je moet ook niet op de auto. Dus denk ik, zit echt aan. Oh ja, het is natuurlijk verbouwd, maar dat zie je niet. Maar ze zijn er als voor. Zo, het is wel rustig. Of ze hebben iedereen al naar die andere parkeerplaats geleid. Nou, ze zijn hier nog aan het vullen. Oh, lekker. Lekker rustig. Lekker, lekker. Het lijkt rustig, maar het zijn ook heel veel. Ja, het is de laatste dag van werk. De laatste door de week. Ja, daar is de ingang. Ja, we gaan fijn de ingang naar binnen, jongens. Want dat wordt allemaal veranderd in verband met dat nieuwe hotel wat daar gebouwd wordt. Staan we, hoor. Ja, en we hebben altijd de beste plaats, want wij mogen aan de laadpaal gaan staan. We hebben een hybride auto, dus we rijden benzine en elektrisch. En wij hebben altijd gewoon de beste plaats. Voorin, hoppakee, wees op in de ingang. We moeten al genoeg lopen op zo'n dag, toch? Het is een prachtige dag. Het zonnetje schijnt. Het is droog. Het is, nou ja, niet helemaal blauw, maar heerlijk. Een heerlijk Efteling dagje, jongens. Wie heeft er zin in? Hij doet altijd eventjes spons. Voordat wij de wagen hebben geleegd, om even zo te zeggen. Want dan gaat, we nemen meestal maar één keer de wagen mee naar de Efteling. We hebben ook zo'n skateboardje. Kijk, zit Jesse. Dat is meer dan genoeg. Hier kan je heel veel zitten, hè. Dus als de kinderen een beetje moe zijn, kunnen we even een beetje stoppen tussendoor. Maar ja, wij komen hier natuurlijk vaak genoeg. Dus het is een beetje een tweede thuis. Hé, jongens.
dan vullen we altijd de hele kinderwagen met al het lekkers wat we zelf mee hebben genomen. En soms komen we met de helft weer terug. Omdat je hier natuurlijk veel te veel lekkere dingen hebt. Zeker nu met de winter Efteling, al die winterlekkernijen. Lukt het, papa? Ik heb ook meegeholpen hoor. Ik ben niet alleen maar aan het filmen en niks aan het doen hoor. Nou, ik heb er zin in. Yes! Altijd leuk, al kunnen jullie het al door de park met de ogen dicht. Ze willen altijd de kaart. Is leuk, ja, dat vinden we leuk. Dit ja. Is, deze heeft dan weer een andere voorkant. Ja. Dan sparen we die gewoon, hè? Toch hartstikke leuk. Ja. Ik wil mijn eigen kaart. Ja. Papa. Zo, zetten wij de kinderwagen neer, altijd lekker aan het slot. Helaas is dat soms nodig. Zijn we er allemaal klaar voor, jongens?
volgens mij zien wij nog beter zonder dat ding dan met dat ding, hè Jace? Mm-hmm. De blikbus zie je daar een draak in. Die heb ik al een keer gezien. Kook. Ja. Nee, Haley was aan de beurt. Goed gelezen, jongen. Oh, daar komen ze aan. Oh, daar komen de volgende aan. Oh jee. Daar komen Truus en Truus. Truusjes, kom je niet. Beb en Beb. Ik hoef niks te doen. Hier zijn de gier. Ik moet dat niet trappen. Nee, dat is niet. Oh jongens, het is toch prachtig lekker weer. Echt, de zon schijnt, het is helemaal niet koud. Heerlijk, jongens. Niet zo helemaal goed gaan hier. Gingen ze niet remmen en toen ging het voorste karretje ging van de rails af. Was niet de bedoeling. Mama, ze zijn een gier. Oh, zijn ze een gier? Wauw. Een elfende gier. Ja. Jaycee houdt alle treintjes bij, hè. Ze hebben allemaal een vogelnaam. En papa en Haley zaten in. El. En Jaycee, of Megan en Jaslyn in. Een gier. In de gier. Zijn ze dan ook gierig? Ja. Ja? Het was keiveel werk. Het was keiveel werk. Hoezo? Heb jij alles moeten doen? Nee. Ook wel zeggen. Maar het was keizer. Ja, oh ja, het is ook echt niet koud, nee. En jij? Moest je ook al het werk doen? Ik mocht wel het werk doen, ja. Oh, nee, ik heb ze kwam niet eens bij de trappers, dus ik kon niet aan. Oh, echt niet? Oh. Nee. Had je gefietst? Nee. 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 We hebben hoog. Het scheelt weer met wachten, hè? Ja. Een beetje afleiding, hè? Ja. Oké, daar gaan we dan. Oh, ik film met mijn mobiel, is een beetje wazig.
zitten hand in hand en arm in arm. We gaan het haakje. En arm in arm. Samen zitten wij heel goedjes bij elkaar. Pak elkaar maar stevig beet. Dat is heel fijn, echt waar. Chocolademelk. Scherp. Maar hoe krijg je die chocolademelk warm? Weet ik niet. Wat heb je daarvoor nodig? Vuur, precies. En daar kan jij dus voor zorgen. Je hebt samen de wereld door. Hop, zoek naar avontuur. Ieder de ballon. Jokie en Jet gaan de wereld door. Gaan we open. Jokie en Jet hebben altijd ik en nog een keer. En Haley. Voor Haley. Haley, vond je het leuk bij Jokie? Ja! Justin ook, die kan niet weg. Die kan niet weg. Claudio! Wordt hier gewoon gedanst in de rij? Wat zeg je? Heli wordt enorm gek met mij. Ik wil met de rest. Je wilt altijd bij jou. Jij bent ook leuk. 1922. Hoor je dat? Kijken met de ogen. Gasten, dierenkasts. Welkom in Symbolica. Het is van het allergrootste belang dat u... Wat is dit? Zilvertwinkels, hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke tovenaar! Wat een saaie boel zeg! Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee! Open u! Welke tour pakken we? Muziek. Groens. De muziektour, oké. Oké. Moet je even wachten? Ja, jongens. Thank you.
de spiegel durft aan te kijken. Stelletje ongehoorzamer. Wat is er aan de hand? Verlubbels? Oh jee, pardoes. Ik heb iets slechts bedacht. Verbundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Waar heb je druk? Don't you dare. Heel goed, blijf het lukken. Illumina Fantasia. Nou ja, hier is het laatste. Waar zijn die spierballen, jongens? Kom. Waar zijn die spierballen? Oh. Bon appétit! Bon appétit! Ja, Remy, even laten zien hoor. Ja. Dit is dus gewoon waar wij zo van houden. Nou, dit is dus bospaddenstoelen stoof. En dan vinden we toch een potje lekker? Ja. En dat hadden we dus vorig jaar gegeten en toen kwamen we weer terug. Want ja, we hebben abonnement, dus dan kom je wat vaker terug. En wij staan daar... Op. Nee, was niet meer. Het was er niet meer, want het is een seizoensgerecht. Ja. Dus wij meteen nu, huppakee. Maar we zitten nu weer in het seizoen. We zitten weer in het winterseizoen. Yes. Nou, laat het smaken, schatjes. Laat het smaken. Zij doen altijd samen. Dan pakken we gewoon een groot frietje. Want die eten dat dus anders niet op, hè? Nee. Want jullie snoepen lekker veel op een dag. Ja, dan krijg je dat, hè? Nou, geniet ervan. Oh jee, ja, jij ja, wel opruimen dan. Oh, wat ben je mooi. Wauw. Wat een leuk winkeltje, jongens. Deze moet ik net kopen. Wou je die net kopen? Ja. Maar toesje. Ga hier.
Goed zo. Bijna. Ja, en nu? Stil blijven staan. Nee, ja, je had iets naar achter moeten. Dan kreeg je het jurkje aan. Ja, komt-ie. Nog een keer. Jij. Ja. Heel mooi. Die is mooi, hè, Jaycee? Ja. Dan ben je net pardoes. Kijk, die hebben we al natuurlijk. Ach, wat mooi. Ja, het is echt allemaal heel erg mooi, hè. Wauw. Is dat cool of niet? Ja. Nou, ga nog lekker spelen. Daar zijn ze, daar komen ze aan. Goed gedaan. Nou, daar staan allemaal mensen buiten in de kou. Nou, mij niet gezien. Ik ga gauw weer naar binnen. Wie is dat, Haley? Kijk eens, mijn lieke baard. Wat is de Efteling toch mooi in het donker ook, hè? Kom ze aan, hoor. Mevrouw Souvenir. Wat heb je? Ja, dat hebben ze eerder. Oh, die. Ja, oh, die had je ook. En de rest heeft allemaal sieraden van de Efteling. En ik mag lekker nog iets aan kiezen. Woe, bofkont. Kom. Ja, neem er ze nog in. Papier hier. Hallo, papier hier. Papier hier. Het is koud. Het is koud, zegt hij. Oh, jee. Hij heeft het koud. Waar gaan we naartoe? De schotsbaan. De schotsbaan? Oh jee. En daarna mag ik lekker nog iets uitkiezen. Oh.
Jongens, wat is het toch genieten, hè? Hé, hey, wat is de winter Efteling toch mooi, hè? Ja. Oh, wat is het toch mooi. Vooral als het donker is. Mooi is het zeker weten. Ze hebben allemaal een souvenirtje uit mogen kiezen en wij vonden het eigenlijk wel zo eerlijk dat papa en mama ook een souvenirtje krijgen, hè? Proost. Op de winter Efteling. Oeh, serieuze blik. Goed zo, meisje. Vind je het leuk? Ja. Ja, je kijkt toch niet. Maar ik vind het niet leuk dat ik meestal nog wil. Natte billen, dat heb je als je even valt, hè, meis? Maar dat is zeker heel stom. Strakjes in de auto, lekker pyjamaatje aan, heb je droge billen. Vind je het leuk, liefie? Vind je het leuk? Ja! En je hebt je stoel ontdekt, hè? En weet je wat het handigste is? Als je je stoel hebt, kan je gewoon uit de stoel waar je maar wilt. Zegt jongens, nu zie ik het pas. Dit is boerenkool met worst. Geweldig! En dat hoor je natuurlijk ook. Dat is er boven het in aan het opwarmen. Remy, wat scherp van jou. Mooi. Je hebt gewoon trek. Nou, echt wat leuk. Kijk nou. Dat zie ik nu pas. Ja, het was ook eerst trekken. Leuk, hè? Dankjewel, Efteling. Dankjewel, Efteling. Dankjewel. Oh, ze zijn al weg. Ze zijn al weg. Ze willen heel graag naar de auto. Nou, we hebben een heerlijk dagje gehad, hè? Dankjewel, Efteling. We hebben genoten. Ja, het is inmiddels alweer het einde van de vlog. En ja, we hebben het heerlijk gehad in Efteling. We zijn inmiddels alweer thuis. Maar we waren vergeten om af te sluiten. Ja, we zitten daar zo in Efteling-sferen dat we dat helemaal vergeten zijn. Dus we gaan hem even afsluiten. En dan komen we graag in Efteling. We zijn abonnementhouders.
En dat doen we echt vroeger al jaren. Ik zou echt niet meer weten. Jullie waren kleine ukkepukjes. Volgens mij hadden jullie toen nog niet eens te betalen volgens mij voor jullie abonnement. Ik durf het niet te zeggen, maar dat maakt niet uit. Maar goed, we komen er vaak. En het was nu trouwens alweer eventjes geleden. Maar dat komt vooral ook door de verhuizing en de vakantie en zieken en noem het maar op. Maar ja, iedere keer als we komen gaan we eigenlijk ook niet vloggen. Ja, leuke fotootjes voor Instagram. Hè? Dat vinden we natuurlijk wel heel erg leuk. Dus die zie je ook genoeg verschijnen. Maar we hebben al eventjes niet meer gevlogd. En voor onze eigen herinneringen vinden we dat wel leuk. En dan vooral de winter Efteling. Want wat is het magisch. Wat is het mooi. Hè? Wat is de winter Efteling mooi. Ik hoop dat als je nog niet bent geweest. Dat je in ieder geval geïnspireerd bent geraakt door onze winter Efteling video. En dat je denkt van nou daar wil ik toch ook even naartoe. Zo mooi. Dat wil ik niet missen. Ik moet er wel even bij zeggen. De winter Efteling stopt. Maart, maar ik weet even niet meer exact de datum. Ik had het opgezocht, maar ik weet het niet meer. Maar in ieder geval in maart zelf niet meer. Misschien 1 maart, 2 maart. Maar daarna dan wordt het weer gewoon normaal. Zomer, zo te zeggen. Zomer Efteling komt eraan. Of zoiets. Nu als je wil gaan, check dan heel even op de site. Kun je ook je kaartje kopen. Kun je volgens mij zelfs je parkeermuntje meteen kopen. En heel eventjes reserveren. Dat wordt ook wel altijd gevraagd of je dat als je zo wil doen. Yes? Oké. Okay. Nou, vond je de video leuk? Mag je even een duimpje klikken? Die daar. Ja. En abonneren kan, mag. Is gratis. Moet je. Want wat is het voordeel als je geabonneerd bent? Waar kun je dan drukken op het belletje? En dan krijg je een melding als we weer een video hebben. Als we weer een video hebben geplaatst. Yes. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Ooh.